Een hele goede morgen. Ik ga nog even op deze mooie morgen. Het is gewoon weer mooi weer. Het is echt ongelooflijk. Zonnetje schijnt weer, heerlijk. Ik ga heel even op de laptop kijken of ik in de goede groep zit. En zo. Maar ik had alles klaarstaan. En toen bedacht ik me net erin. Oh, mijn laptop doet het nog niet. Dus kijk je, hartstikke leuk. Laat vast een reactie achter. Ik ben naastig op zoek naar de juiste groep. Hier gaat het ook nooit snel als je het zoekt. Groepen. Hier is de juiste. Ja, daar ben ik. Even groot maken. Nee, niet die. Dus mocht je kijken, dan is het hartstikke leuk als je in ieder geval een duimpje. Maar als je iets zegt, dan maak je altijd kans op een kaartje. Dus dat is nog leuker. Mijn naam is Barbara van de Boom. Ik ben onafhankelijk stamping up demonstratrice. En ik zit in Lexmond. En ik ga elke zondagochtend om 10 uur live. Met een simpele pyjama zondag. Maar ik zei, mocht je kijken, doe dan even een duimpje. Ik ga aan de slag. Ik ga mijn beeld vastdraaien, want anders vergeet ik dat zo weer. Goedemorgen, Mario. De poll. Want dat doen we ook elke week op de zondag. Je hebt de hele week de tijd om te stemmen. Deze week ging de strijd tussen de Nuts About Squirrels en de Penguin Pret. De Nuts About Squirrels heeft niet gewonnen. Maar die zal vast een keertje terugkomen van de week. En de Penguin Pret is het geworden. Dus daar gaan we gewoon mee aan de slag vandaag. Vanmorgen. Ik ga deze even. Hij komt samen. Hij zit in een bundel samen met de Pons. En het is een Nederlandse stempelset. Nederlandstalig is die. Hij is natuurlijk meer talen, maar hij is onder andere in het Nederlands te krijgen. Dus ik ga gewoon beginnen, zoals elke zondagochtend eigenlijk, met een simpel kaartje. En daarvoor heb ik wat blokken nodig. Even kijken, we beginnen met die. We gaan beginnen met een liggende versie. Kijken die even. Er zitten hele kleine snaveltjes in, dus daar moet ik even een beetje voorzichtig mee zijn. En misschien moeten we maar gewoon beginnen met een verjaardagskaartje ook. Zo. Dit is zo'n sloop, die ga ik zo erop zetten. En dan wil ik deze. Even kijken. Ik wil een liggende. En de rest ga ik zo nakijken. Stempel zoveel mogelijk met zwart. En je weet als je zegt dat je er bent. Goedemorgen. Dan maak je aan het eind altijd kans op een kaartje. Wat ik gemaakt heb vanmorgen. Even kijken. Deze. Zetten we hier neer. Goedemorgen, Jannie. Even kijken. En dan die. Zoals altijd beginnen we. Simpel, hè? Deze gaat hier naar beneden. Op het randje. Goedemorgen, Annelies. Zo. Nee, die heb ik nog niet nodig. Dan krijgen we natuurlijk nog een snaveltje. Ik heb nog wat kleine blokjes nodig. Goedemorgen, Margriet. Zo. Even kijken. Ik heb natuurlijk nog een snaveltje hier. Dat is deze. Er zijn er twee namelijk. Ik moet even kijken welke kant die op moet. Zo, denk ik. Ja, of zo. Ja, zo. Ik maak hem voornamelijk zwart, denk ik. Met een kleurtje voor de pakjes. Kijken waar ik die snavel neerzet. Ik hoop niet dat ik in beeld zit. Zo. Dank je, Jannie.
En dan voetje nog, één voetje nog, hè. En die gaat er dan zo achteraan. Het is een raar voetje zo, maar goed. Ik heb hem er nou eenmaal aangeplakt. Even op beeld kijken. Ja, het is een raar voetje, maar dat maakt niet uit. Dan pakken we het steeltje van de ballonnetjes. En dan ga ik even kijken hoe ik die het beste zo achteraan hem kan laten slingeren. Maar dan heb ik even een stukje dingetjes nodig. Ga ik hem even maskeren, die ja, net als mijn vogeltjes. Ja, ja. Ik kan enorm uitleven in kleur, maar soms kan ik ook enorm zwart-wit zijn. Maar er komt wel kleur op, hoor, zo. Even kijken, zo. Dan plakken we deze hier zo op. Er zo overheen. Dan doen we dat stokje van de ballonnen even zo. En dan... Kaartje is natuurlijk eigenlijk iets te klein. Maar goed, dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Zo. Nou is net of dat hij drie stokjes achter zijn kont aan heeft. Pakken we even eentje voor de ballonnen. Even kijken, daar gaan we voor. Een Coastal Cabana ballon. Ik ben net bezig. Het is nu al een puinhoop. Dat zien jullie niet, maar hoop ik. Dat is één. Ga ik nog even twee kleuren erbij pakken. Polished pink en peppy sas. Goedemorgen, Ina. En ook die ballon moet ik eigenlijk even op een post-it zetten. Zie ik. En even uitknippen, maskeren. Een kleine friebeltje onderin, daar ga ik me niet mee druk om maken om dat uit te knippen. Zo. Dan doen we deze hier. En deze doen we hier aan. Zo. En dan het maskeerdingetje eraf. Iets gevlekt. Hij is hier ook niet helemaal aangesloten. Maar even kijken of ik daar nog een... Kijk. Ik heb nog wel een stiftje. Zo. En ik heb vlekken. Oh, 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 oh. Maar er zitten sterretjes hierop. Die kunnen prima voor de antivlek zijn.
Zo. Gaan we even op de vlekken maar wat sterretjes zetten. Zo, ook opgelost. En dan hier onderaan komt natuurlijk de tekst. En die doen we, ik denk, ook in verschillende kleuren. Even allemaal blokjes aan de kant hier zo. Die niet. Hiepen de piep. Hoera. Doen we niet helemaal op, zo. Dan maken we hem even schoon. Dan gaan we van groen naar Coastal Cabana. Hyper de piep, hoera, feestje. Zo. Dit even dicht nu. Oh, zit mijn ballon ertussen. Dan had ik al een notecard gepakt. Ja, die lag net al bijna in de inkt. Even kijken, dan ga ik er even een zwarte onderkaart onder leggen, omdat ik dat mooier vind. Kaartje is altijd 3,5 inch bij 5 inch. De opleg is een kwart korter. En deze wordt dan, wat is het ook alweer, 2/7/8. En dat kan je ook in centimeters uitrekenen, denk ik. Maar dit is een inch echt makkelijker. En nou doe ik wat fout. Het is 3/7/8. Maar ik kan hem ook door de midden knippen en dan heb ik in het midden niks. Dat is ook nogal grappig. Of zo. Soms moet je van de nood een deugd maken. Ik denk dat we hem zo doen. We gebruiken hem zo. Gewoon. Toch? Mijn lijm. Die heb ik gisteren hier gebruikt, denk ik. Oh, wacht. Het staat hier nog. Even kijken. Dan doen we eerst. Nou, we gaan eerst deze hierop plakken. En die doen we dan met dimensionals. Ja. Even een andere pakken. Kijken of dat deze het wel doet. Nou, en dan in één en een hele klodder, hè. Altijd. Dankjewel, Karin. Dan doen we deze hier zoveel mogelijk in het midden. Zo. Hier gaan we dimensionals op doen. Goedemorgen, Ineke. Ja. Even mijn dimensionals kapot knippen. En dan gaat deze hier. Er zit hier iets raars oranjes op. Dat is van mijn. En dan deze. Even kijken. Zoveel mogelijk. Ja, klopt. Zo. Dan hebben we natuurlijk altijd nog de binnenkant van het kaartje. En dan gaan we dat cadeautje nog even stempelen. Nog een klein blokje.
En ik moet even wat schoonmaken hier zo, want anders dan kan het niet goed komen. Zo. Even kijken. Dan wordt de eerste hier onderop. Dan deze hier. Ik zit een beetje buiten beeld te stempelen, zie ik nu. Zo. En dan deze hier. Zo, dan hebben we een heel randje. En zo kunnen we natuurlijk ook de envelop nog doen. Maar voor vandaag is dit even goed zo. En dat is één. Eigenlijk vrij simpel, snel. Goedemorgen, Christine. Heerlijke vakantie gehad. Volgens mij wel, hè? Op Texel. Zag ik voorbij komen. En dat is de eerste. Simpel, snel. Niet al te moeilijk. Ga ik even een beetje ruimte maken hier weer. Dan ga ik even bedenken wat ik nu ga doen. Dan had ik, deze had ik al in mijn hoofd. Maar de rest is even over nadenken. Wat gaan we verder nog doen? Oh ja, ik dacht misschien... Nee, dat doe ik van de week al. Ik heb laatst iets gezien met een deze, dacht ik. En dan, ja, daar ga ik iets mee doen. Wat weet ik nog niet, maar ik ga er iets mee doen. Opvliegers. Jongens, verschrikkelijk. Ik ga even denken. Ik ga deze gebruiken. En dan, ik ga geen hele draaikaart maken. Het was heerlijk op deze. Ja, dat geloof ik graag. Dat zag er ook echt zo uit. Heerlijk. Als je even zo weg kan. Hey, kijk, ik ga een vierkant kaart maken. Dus ik ga eerst een groot vel pakken. En dan moet ik even nadenken hoe ik dat ook alweer doe. Een vierkante kaart is deze afsnijden op 10,5. Nee, op 14,8. Zo. Dan dubbel vouwen. Eigenlijk is het niet helemaal zoals ik bedoeld had. Maar goed, ik ga er maar gewoon wat van maken. En anders maak ik gewoon een leuke vierkant kaart. Zoals zo vaak is de voorbereiding nog wel eens anders, hè? Ja, de steentjes en bossing folder kan. Ja. Die is leuk. En dan ga ik deze uit doorzichtig halen. En de rest heb ik denk ik niet echt nodig. En een halve witte heb ik nodig, denk ik. Toch die achterkant nog even nodig. En ik heb van dat... ik weet het al. Wat ik ga doen. Die nog. De rest ruim ik heel even op. Ik heb ook van dat witte papier wat een beetje wollig is, wat net sneeuw is. Dus dat ga ik ook gebruiken. De kaart ga ik even aan de kant leggen. Ik ga eerst mijn transparante vellen pakken. Even kijken of dat er hieruit kan. Ja, dat past. Die van de rest weer weg.
Zo. Deze gaan we hier doorheen halen. Die kan eraf. Zo. Dat is één. Die. Gaan we ook even aan de kant leggen. Die kindlet moet ook even aan de kant. Zo. Dan kan die beide dies weer erin. Deze doen we dan van dat witte papier. Dat heb ik helemaal nog niet gebruikt. Dat is echt een beetje velvet. En dit is niet te zien. Het voelt heel zacht. Dus ik moet hier een stukje van afsnijden. Even kijken hoe breed deze is. 4 inch ongeveer. Mooi uit. Even kijken. Zo. Even kijken dat die recht ligt. Zo. En hoe lang is die? Maar ik hoef hem niet helemaal. Ik wil hem eigenlijk maar tot dit stuk hebben. Zo. Dus dat is 1, 2, 3, zeg maar 3,5 heb ik nodig. Inch dan, hè. Zo. Gaat dit weer op zijn kop terug. Want anders dan, ik denk als je dat eenmaal vlekt, dat dat niks meer wordt. Dan halen we, heb ik hem te kort. Ga ik dat nou voor me aan? Oh wacht, dat wordt natuurlijk zo. Zo. En dan weer door de embossingmachine heen. Kijken dat ik een schone kant van mijn plaat heb. Ja, ik had er helemaal nog niks mee gedaan met dat papier, maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan eruit gaat zien zo. Waarschijnlijk knip ik hier zo nog wat af, maar ik moet even kijken hoe die zichzelf verder houdt. Dan ga ik hier, deze ga ik embossen met stenen. Het is al lang niet meer simpel hè, zo'n ochtend. Inmiddels, nee hè? Nee, we hebben het al eerder over gehad. Of dat hij helemaal schoon is. Ik heb van de week met zwarte inkt erop gewerkt. En dan recht. En dan haal ik hem nog een keer door de embossing. Ik laat hem even staan hier op zijn plek hoor. Jullie geloven het wel hè. Inmiddels dat ik dat door de embossing heen haal. Kijk eens aan. Dat is wel heel gaaf. Als je dat er doorheen haalt. Nou, dat gaat hem nou niet worden. Even kijken. Ik heb hem zo op die kaart. Daar is mijn dingetje. Die komt er dan zo onder. En dan zo. Oh, wacht. Kaart is het ook andersom. Ga ik even kijken wat ik op de achterkant wil.
Dan doe ik dat hele gave papier uit de celebration hier liggen. Daar zit vast iets tussen wat ik als achtergrond kan gebruiken. Kijk, die zijn al leuk. Die sterretjes zijn natuurlijk leuk. Streepjes is iets minder. Het blauw is wel grappig. Ik denk dat ik voor het blauw ga. Deze. Zo. Zou dat het donker zijn tegen een donkere? Het is misschien wat donker met een. Ik ga toch voor de paarse. Of voor deze. Dit effect misschien toch grappiger. Oef, het is wel heel druk, hè? Oh, dat doet gewoon zeer aan mijn ogen. Deze dan. Die heb ik toch liggen. We gaan voor die. Zo. Zo, die komt dan daar. Dit moet nog even nakijken hoe ik dit doe. En dan ga ik nu even stempelen. Is dit dan gewoon? Of is dit gewoon? We doen deze maar. We gaan eerst de glijdonder stempelen. En dan doen we het ook in het zwart. Ik denk dat ik hem drie keer stempel. Twee, drie. Zo. En dan zijn snaveltje in dit geval wel in het geel met het pootje. Dus 1, 2, 3. En zijn pootje ook in het geel. Dus ik toch af te vragen of ik hem, waar ik hem dan neerzet. Ik denk zo. Even aan de kant graag. Nee, je moet, denk ik. Hierachter zo. Blijf het een raar gezicht vinden, die poot. Misschien moet hij wel gewoon zo. Aan de binnenkant. Ik doe die poot er gewoon niet meer op. Eentje doen we gewoon zo. Dan heb ik de andere pinguïn nog nodig. Dus dan gaat deze even weg. Eentje. Dan de Becky. Deze gaat terug. Dan hebben we deze nodig. Nee, geel. Ik hoop dat ik een beetje in beeld zit te werken trouwens. Dat vergeet ik. Die terug. Nou, zomaar. Oogjes heeft hij al. Gek van mijn haar. Ik moet hoog nodig naar de kapper. Maar ik zag gisteren dat ze op vakantie is. Dus dat gaat hem nou niet worden. Ik kan wel bij een vervanger terecht. Maar dat is niet hetzelfde. Oh, ik sla een stuk poot over. En dat is niet mooi. Ik
kan de pootjes ook los uit het ding halen. Plak ik ze erop zo meteen. Ja, gaan we dat doen. Wat had ik nog meer bedacht? Ik heb wat boompjes nodig. Pootjes gaan terug. Boompje. Geel gaan dicht. Gaan we voor. Doe er maar 3. Zo. En dat is het verloop. En dan gaan we even knippen. En we gaan deze natuurlijk uitstansen zo meteen. Maar dit wordt geknipt. En ik moet mijn zwarte inkt dicht doen. Veel plezier, Christine, op je verjaardagsfeestje. Heerlijk. Dat het ook gewoon allemaal wel weer een beetje kan, hè. Dat we weer terug naar normaal gaan, nou ja. Nou, niet helemaal, maar. We zijn hier gelukkig bijna allemaal ingeënt. Alleen die jongste moet nog een keertje. Dat is 1. Er zijn mensen die worden enorm rustig van dat knippen. Ik vind het helemaal niks. Maar goed. Soms is knippen weer sneller dan een die-machine. Maar in dit geval had ik graag een die gehad. Maar ja, een stansje. We hebben een pons voor de grote zomer, voor de andere zometeen. Ik knip die voeten gewoon af, want ik vind het gewoon echt niet leuk. Dat gele voetje aan het eind. Het is wel een hele leuke set hoor, dit. Met leuke teksten. Dat is die. Dan moeten we natuurlijk die rij boompjes nog even knippen. Die hadden we eigenlijk ook uit willen ponsen, hè? Snap je wel? Zal ik even boompjes uit een andere set moeten stansen? Ja. Hier doe ik er nu maar even eentje van uitknippen. Het gaat even om het idee. Zo. Die doen we even daar. Even kijken. Deze moet nog even op maat. Dus dat gaan we ook nog even doen. Kaart is 14,8 bij 14,8. Dus dit wordt gewoon 13, nee, doe maar 13,8 volle centimeter kleiner. Misschien vind ik het namelijk ook wel leuk om er nog iets zwarts onder te doen, toch? Ga even kijken. Ik maak hem een stukje kleiner dan dit. Ik moet hem gewoon zo houden. Wat gaan we namelijk hierop doen? Hier gaan we deze... dingen opplakken. Deze komen hierop.
Met gewoon tape. Even kijken of ik nog tape heb, gewoon. Deze. Ja, dat is inderdaad jammer, maar dat heeft er gewoon ook mee te maken dat de markt kleiner is dan de Engelse. Maar goed, elke keer zijn er toch weer een paar extra bij. En deze keer hadden we ook een hele leuke hostess set. Nederlands. Nou ja. Tijdens de celebration. Nou, kom. Ik bedenk me ineens, het was misschien ook wel leuk om hier en daar een hoedje en zo. En dan een strikje. Ga ik zo nog even toepassen. Deze komt dan hier. Dan draaien we mijn kwartslag. Dan komt er eentje hier. En eentje hier, denk ik. Zo. Even kijken, hier moeten dimensionals op. Ik denk dat ik hier gewoon van die stroken opzet. Ik hem eruit krijg. Chaos is compleet, jongens. Even kijken, die moet niet heel hoog. Ik moet even kijken waar die komt. Want anders heb ik een probleem. Dan draait die zo meteen niet meer. Die kan terug. Ja, heel veel Duitsers zijn er ook. Klopt. En alle Duitse sets. Dan doen we hier een wit splitpennetje in. Dat is dan wel het mooiste, hè? Doe hem eerst hier maar doorheen. Kijk, en dan krijg je dus dat die goed is. Zo. Ronddraait. Dit komt dan zo. Deze gaan we hier vast opplakken. Had ik die nou af? Dat kan ik nou niet meer doen. Zo. Hij blijft hier een beetje laag hangen. Ik moet hier iets op verzinnen. Kan ik hier nog iets? Nou, hij doet het wel. Hier nog een heel klein stukje.
oranje. Daar. En even kijken of dat hier nog een heel klein stukje kan. Wel in de kaart. Als er iets uitsteekt, niet erg, dan hang ik, zet ik er zo wel een iets op. Zo. Het had iets nodig om het iets hoger te houden. Zo. Hier, nou heb ik hem vastgeplakt. Daar was ik al bang voor. Hier heb ik hem vastgeplakt. Het is niet helemaal mijn idee hoor, Bowen. Ik heb het echt... van de week zat ik op Pinterest natuurlijk, waar anders. En dan zag ik zoiets voorbij komen in een hele ronde kaart. Met een kerstman die zo door de lucht heen vloog. Dat was ook leuk. Maar ja, dan had ik... Dus toen is het idee wel ontstaan om dat met die pinguïn te doen. Maar... Ja, zo is die. Even kijken, waar heb ik nou mijn andere pinguïn gelaten? Hier. En mijn pond. Kijken of dat hier zo in past. Meeste. Hoog. Deze komt dan natuurlijk hier zo onder. Ding even dicht. En daar is dat boompje. En er mag nog wel wat meer versiering op. Hè. Die komen er gewoon hieronder. Hier moet ook nog iets... Even kijken. Maak er een kerstding van. Waar zijn mijn andere boompjes gebleven? Nou, dan moet hij eigenlijk nog verder versierd worden. Ik denk dat ik nog een mutsje op een van die kopjes ga zetten. Even kijken hoor, dat doen we dan in Coastal Cabana, pakken we daar maar voor. Zo. En dan moet er ook nog een tekst op. Die kan hier zo op. Nou, die deed het niet. Dank je, Bowie. Kom. Deze doen we daar dan op. Iets draaien mag die nog. Zo, niet te veel. Die kan daar. Deze komt met een dimensional hier. Misschien moet ik gewoon wat meer van die kleintjes erop doen. Tekst. Wat voor tekst gaan we erop doen? Vrolijke feestdagen. Of pakken we gewoon een grotere tekst? Nee, we doen deze. Vrolijke feestdagen. Even dat ene voetje terug. Ja. Had ook zo op de steentjes gekund. Ga ik hem even ergens uithalen, denk ik.
Is wel grappig. Deze gewoon opdoen met een dimensional. Logo staat er overheen. Oké. Okay. Oh, over mij heen. Ja, maar ik ben niet zo belangrijk, joh. Ik moet iets aan de kant. Dan gaat het goed. Zo. Dan doe ik dat boompje vast met een kleintje. Die zo ernaast. Ik ga hier had ook nog wat gekund. Wat kan ik hier nou nog neerzetten? Wat zit er nog in die pond? Niets van wat ik nodig heb. Oh, voetjes moest ik nog even maken. Even kijken of ik een stukje geel heb waar ik de voetjes uit kan halen. Ik denk het wel. Ik dacht dat ik net wat zag zitten. Ja. Gewoon 1. 2. Plak ik erop met lijm, want die andere zijn echt al. Dus wordt het wel een hele dikke kaart. Zo. Had ik mijn pakjes nog eraf liggen? Hier zo. Zullen we dan wat pakjes stempelen en daarnaast zetten? Strikje misschien. Alles lossen we op met een strikje. Een beetje sneeuw. Ja. Yeah. Je moet echt niet te veel aan dat witte spul komen, want dat gaat echt niet goed komen dan, heb ik in de gaten. Nee, dat doet het ook niet. Ik heb nog wat van die. Ja, die heb ik wel. Even kijken. In een bakje met van alles en nog wat heb ik sneeuw inderdaad. Dat is een goeie. Dat was wel een goeie, Jannie. Of Ina was het. Ik ga wat van die sneeuwdingen neerleggen. Deze zitten volgens mij niet meer in de collectie. Maar ik heb ooit een keer een foute bestelling gedaan. Tenminste. Op zich was het natuurlijk geen foute bestelling. Maar ik heb er ooit 2 besteld. Soms overkomt je dat. Even kijken. Kijk, dit zijn sneeuwvlokjes namelijk. Kleine minuscule sneeuwvlokjes. Zo. Hier eentje op. Dat is wel grappig. Ze blijven tegenwoordig aan mijn nagels plakken in plaats van hetgene waar ik ze op wil hebben. Ik ga het even andersom doen. Zo. Hier mijn sneeuwvlokje mee op. Die doen we hier op. En dan plakken we deze hier op. Kijk, zo gaat hij wel. Nee, moet die dan soms iets kleiner gemaakt worden. Even een prikje. Er is ook wel heel veel lijm erop. Ja, dit is te veel. Ik heb ook nog andere. Daar kan hier wel mee gecombineerd worden. Nieuwere.
Even kijken waar die zijn. Oh, oh, oh. Soms heb je gewoon te veel troep, hè? Dat ook niet. Ik kan ze niet meer vinden. Oh, hier zijn ze. Die zitten er wel in de collectie. Die zijn groter. Dus die kunnen wel met zo'n kloedot. Hier nog eentje. Zit er nog geen kloedot op. Pakken we nog zo'n sneeuwsterretje. Hier. Zo'n witte. Deze hier vind ik ook niet mooi. Die doen we gewoon hier in het midden. Als het goed is. Dus die blijft plakken. Ja. Hier nog zo'n sneeuwster. En dan daar nog zo een. Dank je, Thea. Leuk. die. Dan nog zo'n sneeuwsterretje. Dat is wel een hele kleine. Misschien dat er twee bij elkaar passen. Nee. Die is wel heel groot zo. We zijn gewoon alweer een uur verder. Doe ik even. Ja, hier zit het wel. Dan doen we hier nog één. Nou, jullie snappen het wel, hè? We gaan het gewoon nog een beetje verder versieren. En deze gaan we op de kaart plakken. Als ik dat nu allemaal nog moet doen, dan zijn we morgen nog bezig. Ik ga dat ook uit het papier ook nog zo'n beer knippen en erop plakken. Wel recht. Oh, dan is hier niet recht. Zo. Even kijken hoor. Nou wel. Zo, ga even al die dingen terug doen in het bakje. Zo, zo, en de tekst moest er nou nog op. Die hadden we hier. Vrolijke feestdagen. Ga ik even ook die kleur erbij pakken. Dat is Fresh Freesia die erachter zit. En even iets uitponsen, denk ik. Even kijken welke we doen dan. En die doen we dan, nee, die doen we dan ergens, zeg maar.
Eén keer in het midden, in het zwart. En dan gaan we in kleur. Dat wordt niks. Dat zie ik nu al. Dat is niet mooi. Soms moet je het gewoon doen zoals je het gedaan hebt. Zwart. Zoiets dan. Misschien wel hierachter zo. Iets zit er heel scheef op die kaart. Ik denk de muur. Maar goed. Ik denk daar gewoon. Oh, en daar komt hij natuurlijk scheef te zitten, omdat ik dubbel. Zie ik de goede kant? Ja. Dus ik doe aan deze kant even een rijtje van 2 en aan die zit er 1, want anders kom ik niet gelijk uit. Dan hoop ik dat ik nou nog steeds gelijk uitkom. Zo. Zoiets dan. Het is een idee, het is de eerste keer, hè? Dus het is. Maar hij is wel grappig, toch? Hoop ik. Goed. Dan zijn dit de kaarten van morgen. En dan gaan we natuurlijk nog even. Namen noteren. En kijken wie de kaart gewonnen heeft deze week. Dan ga ik even mijn. Oh, zooi aan de kant zetten, wou ik zeggen. Ik moet hier omhoog kijken wie er allemaal waren. Mario heb ik gezien, inderdaad. Jannie. Annelies. Margriet. Tineke. Jannie had ik al. Nina. Karin. Ineke. Christine heb ik gezien. Jannie. Bawina. Thea. Ja, heb ik. Volgens mij heb ik iedereen. En anders roept iemand zo meteen maar als hij zijn naam niet gehoord hebt. Het is geen Maria, maar het is Mario. Even het beroemde bakje erbij. Hier moet wat van de bovenkant.
Zo, misschien moet ik toch maar een keer zo'n programma, dat heb ik al vaker geroepen. Maar goed. Zo. Ik ben nog live. Goedemorgen, Henny. Ik wil wel koffie, zo. Lekker. Hier staat niks op. Even kijken, we gaan even een beetje husselen. Iedereen zit erin. En dan doen we, ik kijk naar boven, want anders kan ik nog steeds alles zien. En dan halen we deze eruit. En dit is... Christine. Gefeliciteerd, Christine. Jij hebt hem gewonnen. Ik ga een kaart naar je toe sturen. Ik hoop dat ik jullie geïnspireerd heb vanmorgen. En ik zie jullie graag volgende week weer terug. Ik heb nog niet nagedacht over wat we volgende week gaan doen. Ga ik zo doen. Misschien hebben jullie nog suggesties, dan hoor ik het graag. Daar moet ik kijken. En voor nu wens ik jullie een hele goede zondag en een goede week. En ik zie jullie gauw weer terug. Dankjewel voor het kijken. Doeg!